Global climate change of wereldwijde klimaatverandering is ook in het Caribisch gebied de oorzaak van intensieve weersomstandigheden, waaronder perioden van zware regens en droogten. Caribische landen zijn extreem gevoelig voor de gevolgen van deze weersomstandigheden, gezien hun geografische grootte, lage kustgebieden en zwakke landschappen. De Caribbean Community Climate Change Center, 5C, coördineert het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatsveranderingen. In het kader hiervan heeft het bestuur een werkbezoek aan Suriname gebracht. Ter afsluiting van dit bezoek is er gistermiddag een persconferentie gehouden. Daarbij zijn het doel en de bevindingen van het bezoek aan de Surinaamse gemeenschap gepresenteerd. Mark Bainu, Assistant Executive Director van de 5C's, gaf antwoord op de vraag of de klimaatsverandering een gevaar kan zijn voor Suriname. Suriname finds itself in a similar situation like your neighbor to the west, if you could call it that, Guyana. In the sense that part of what you're confronting, sea level rise, intense rainfall in a fairly short period of time, and extreme temperatures. Now, when we put those three together, sea level rise, more than 60% of your population resides along the coast, which is what, 4 feet or something like that below sea level. Additionally, most of your agricultural activities are concentrated along that coast. So we're looking at sea level rises. That's why that mangrove project becomes such an important project, because of the ability to attenuate wave action or wave energy and also help to protect what is behind the mangroves, as the agricultural lands, livelihoods, homesteads, you name it. In het Caribisch gebied werkt 5C's aan de effectieve oplossingen voor problemen rond de klimaatsverandering en geeft beleidsadvies aan CARICOM-lidstaten. Winston Lakin, focal point voor de Adaption Fund, ging in op de samenwerking van de 5C's en de betekenis voor Suriname. We zijn heel blij met deze combinatie van USAID en de 5C's. Dat geeft aan dat ook buiten onze grenzen heel serieus gekeken wordt naar oplossingsmodellen, samenwerkingsstructuren om als een van de bedreigde landen eruit te kunnen komen. Het heeft een heleboel ook te maken straks met awareness en dat Surinamers, ook vanwege ons gedrag in het milieu, dat we heel scherp daar naar kijken, want het heeft invloed. Mensen snappen volgens ons niet genoeg hoe gevaarlijk het kan zijn, hoe desastreus het kan zijn als je niet op tijd de juiste maatregelen en de juiste structuren legt ter bescherming van ons milieu. Winston Lakin, focal point voor de Adaptation Fund. Dit fonds ondersteunt ontwikkelingslanden bij het voorbereiden op de gevolgen van klimaatsverandering. Hij is blij dat Suriname als lid van de CARICOM deze steun krijgt. Lakin sprak gistermiddag op de persconferentie van de Caribbean Community Climate Change Center, die gehouden is in de vergaderzaal van de Nationale Voorlichtingsdienst.